toonhoogte en frequentie. We zien hier een stemvork. Als je die aanslaat, zie je hem niet trillen. Maar als je dan een haakje aan vastmaakt en je trekt hem over een carbonpapiertje, dan zie je daar de trillingen. En geluid zijn dus gewoon trillingen. Als je hier kijkt naar de rode en de gele trillingen, dan zie je in totaal, dit is één trilling, van het midden naar boven, naar het midden, naar onder, naar het midden, één trilling, 2, 3, 4, 5, 6 gekleurde trillingen in 1 seconde. Dan zeg je ook wel, de frequentie is 6 hertz. Frequentie is namelijk het aantal trillingen per seconde. En we hebben 6 trillingen per seconde, dus de frequentie is 6 hertz. Dat kost je af met 6 Hz. Nu wil ik de frequentie weten van deze toon. Ik tel eerst de trillingen. Van boven tot boven is 1, 2, 3, 4 trillingen in 1 seconde. Dus mijn frequentie is 4 Hz. Hier zie ik 1, 2 trillingen in 2 seconden. Dan is de frequentie 1 trilling per seconde, 1 Hz. De trillingstijd, dat is de tijd die nodig is voor 1 volledige trilling. Nou, hier zie je van hierboven tot boven, dus 1 trilling, en dat is 0,02 seconden. De trillingstijd is dus 0,02 seconden. De tijd voor 1 volledige trilling. De frequentie, dat is het aantal trillingen per seconde, is hier 50 Hz. Je ziet 50 trillingen per seconde. En er is een verband tussen die frequentie en de trillingstijd. Als de frequentie groter wordt, is de trillingstijd uiteraard kleiner. Nou, vandaar de formule. De trillingstijd is 1 gedeeld door de frequentie. Even kijken of dat klopt. 0,02 is 1 gedeeld door 50. Dat klopt. Dus we hebben een formule. De frequentie is 1 gedeeld door de trillingstijd. Dus als je trillingstijd groter wordt, wordt je frequentie kleiner. En als die kleiner wordt, wordt die groter. Dus f is 1 gedeeld door t hebben we. En schrijf hem om. Schrijf hier als een 2, daar een 6 en een 3. En dan zou je kunnen zien aan die getalletjes hoe je moet omschrijven. Om t is 1 gedeeld door f te krijgen. Nou, de 1 f frequentie is dus hertz, afgekort met hz. Met een frequentie van 10 hertz wordt bedoeld dat een voorwerp 10 trillingen per seconde maakt. Bij geluidsgolven betekent dat dat er 10 golven per seconde passeren. Nou, hier heb je twee geluiden die we bekijken. De fluit van het meisje en het geluid van de loeiende koe. Hier heb ik hoog geluid, relatief hoog, met die fluit. En dan zie ik veel trillingen per seconde. Je ziet hier een oscilloscoop. Het is geen os, maar dat is een apparaat dat trillingen zichtbaar maakt. Dus we hebben een microfoon. En die oscilloscoop maakt de trillingen zichtbaar. En hier zie ik minder trillingen, omdat de koe loeit. En dat is een laag geluid, minder trillingen per seconde, een lagere frequentie. Als dit het scherm is van een oscilloscoop, dan moet je de trillingstijd en de frequentie kunnen bepalen. Dus even kijken, wat staat er? Hier staat de tijd per division, de tijd per hokje. En die is ingesteld op 1 milliseconde. Dus 1 hokje duurt 1 milliseconde. Wat is dan de trillingstijd? Dan kijk je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maak er even 9 van, eigenlijk iets meer. 9 hokjes keer 1 milliseconde. De trillingstijd is 9 milliseconden. Dus ik kijk eerst naar de tijd per hokje, naar die knop. Dan tel ik het aantal hokjes, 9 keer 1. En dan heb ik 9 milliseconden is de trillingstijd. Voor de frequentie moet je dan 1 gedeeld door t doen, niet 1 gedeeld door 9, want die trillingstijd moet in seconden. Dan krijg je 1 gedeeld door 0,009 is 111 hertz. Nou, noem 3 manieren om een hogere toon te spelen op een gitaar. Je kunt een capo gebruiken. Normaal trilt die tot hier. En dan trillen de snaren tot hier. En dan kun je alles iets hoger spelen. Dus je kunt een capo gebruiken. Eigenlijk maak je je snaren dan korter, zeg maar. Kun je met je vinger doen. Je kunt ook een dunnere snaar aanslaan. De dunste snaar zit hieronder. Dat is een hogere toon, want die trilt vaker. En je kunt hem ook strakker maken door de snaar op te duwen of aan een stemschroef te draaien. Dus een kortere, dunnere en strakkere snaar. Zo kun je een hogere toon spelen.
frequentiebereik van het gehoor, met name die van de mens, is belangrijk om te weten. De mens hoort geluiden tussen de 20 hertz en de 20 k, dat is 20.000 hertz. Lijkt iets minder hier, maar bij een gezond gehoor is het tussen de 20 en de 20.000 hertz. Nu heb ik een vraag. Welke tonen kan een hond wel horen, maar een mens niet? Dus even kijken, de mens gaat dat hier, maar de hond komt hoger. Dus de hond die hoort tot ongeveer 35.000 hertz. Tussen de 20 en 35.000 hertz hoort de hond wel en de mens niet. We kunnen naar de benedengrens kijken. Ongeveer van 15 tot 20 hertz hoort de hond ook, maar de mens niet. Hondenfluitjes zijn vaak rond of boven de 20.000 hertz. Dan hoort de mens hem nog maar zachtjes en de hond hoort hem wel hard. Dus belangrijk om te weten, tussen de 20 en 20.000 hertz hoor je met een gezond gehoor als je jong bent. Als je ouder bent wordt dat steeds wat minder. Dan hoor je bijvoorbeeld op een gegeven moment op je 50ste tot 14.000 hertz. Er vallen allerlei hoge toontjes als het s en de p en de f. Die vallen allemaal weg. Honden en katten horen ook boven de 20.000 hertz. Zoals ik al zei, dat is ultrasoongeluid. Dolfijnen en vleermuizen kunnen zelfs nog hogere tonen horen en ook maken om aan de hand van een echo een afstand te bepalen. Er zijn ook dieren die maken heel lage geluiden die wij ook niet horen en dat is infrasoongeluid. Bijvoorbeeld de olifant of de duif of de walvis. Dat is het einde van de les.